Laat me eerst zeggen dat dit boekje van Peter Sotermans en Jo Sterk weer een aanwinst zijn voor al deze die van de stad Hasselt houden. Want dit brengt weer enkele gegevens die al deze die geïnteresseerd zijn in onze stad, die nog onbekend waren. Enkele bedenkingen over de persoon Sotermans eerst. Het moet een verstandig en een heel leergierig iemand geweest zijn. Haal de gouden stadsmedaille hier aan dat in hem. Lukt nadien op een briljante manier. In de militaire school. Blijkt een boekenworm te zijn. Is zeer leergierig. Want spreekt niet alleen ook Engels en Frans. Maar leert ook Russisch. Hetgeen hem op zeker ogenblik, op het einde van zijn krijgsgevangenschap, erg zal helpen. Het is al gezegd, Sotermans was een man met een militaire roeping, met uitgesproken vaderlandsliefde, een militair met leiderschap, capaciteiten. Je wordt zomaar geen vrijwilliger. Hij zet zich in tijdens de twee wereldoorlogen, hetgeen ook niet niks is. Krijgt heel wat promoties en onderscheidingen. Maar wat zeer belangrijk is, wanneer hij na de 18-daagse veldtocht in 40 in krijgsgevangenschap wordt gezonden tegen de Poolse grens in Prenzlau, dan krijgt hij de kans, na een korte periode, om terug naar Hasselt te komen. Op voorwaarde dat hij het document tekent in het welk hij zich engageert de wapens niet meer op te nemen tegen de Duitsers. Hij weigert dat. Samen trouwens met zijn vrienden Borzé en Kruis. En dat zullen ze betalen. Ze zullen krijgsgevangen blijven tot de laatste dag. Tijdens dat krijgsgevangenschap bewijst hij ook zijn organisatorische talenten. We weten, ook uit de lezing van dit boek, dat hij al in Hasselt zeer actief was in toneelgezelschappen, Minerva, Ware Vrienden en zo meer. Wel nu, tijdens zijn krijgsgevangenschap, gaat hij allerlei culturele en ontspannende activiteiten organiseren voor de krijgsgevangenen. Ook toneelstukken dus, regisseren. Het schijnt dat hij heel vals zong. Wat hij wegneemt, dat hem toch een koor leidde. Een man die op dat punt meer dan een plantrekker was. Het is hier even vermeld. Het moet een heel moedig man geweest zijn. Want hij heeft inderdaad de latere prefect van dit ateneum, trouwens een voorbeeldig verzetsman, Van de Poel, inderdaad gered, die gekwetst zijnde tussen de linies was blijven liggen. Wel nu, onder het vuur door, is Sotermans naar zijn vriend gekropen en heeft hem terug in de grachten kunnen trekken om hem te redden. Bovendien, niet onbelangrijk, denk ik, hij was de vlaggedrager van het 11e Linieregiment. Een militair die vlaggedrager wordt, dat is iemand die gaat voor de eer van zijn regiment. Die een voorbeeldig militair is. Dat moet hij dus wel degelijk geweest zijn. Overigens, ik lees wanneer hij in de Tweede Wereldoorlog de dagorde van het regiment krijgt. Ik lees, zeer waardevol, kalm en beslist opperofficier. Heeft tijdens de veldtocht blijk gegeven dat hij de schoonste militaire deugden van dapperheid en initiatief in zich draagt. Het laatst, de stelling van het afleidingskanaal van de Leie verlatend, in de flank bedreigd en blootgesteld aan het vijandelijk artillerievuur en vliegwezen, heeft hij niet tegenstaande opeenvolgende en tegenstrijdige onderweg ontvangen bevelen, met zijn bataljon het regiment vervoegd
op de nieuwe stelling die hem was aangewezen. Einde citaat. Mij kan het niet verbazen dat hij nadien brigadecommandant is geworden van de 4e Infanterie in Duitsland. En het leidt niet de minste twijfel dat indien hij niet al te vroeg overleden was, hij ongetwijfeld een van de Hasseltse generaals zou geworden zijn. Ik leer ook uit dit boek dat Sodermans een echte Hesselier was, Vlaams gezind en vrijzinnig gezind. Hasselaar, vierde student van de Koninklijk Atheneum. Elfde linieregiment, Hasselt. Woonplaats, hij is er altijd naar teruggekomen. Maastrichter Steenweg, nummer 5, later nummer 7. Acterend in het toneel in Hasselt, in Minerva met de ware vrienden. Ook staatsbegrafenis in Hasselt. Ongetwijfeld Sodermans was een geboren en getogen Hasselaar die hield van die stad. Want als je zijn notities leest, dan blijkt daaruit regelmatig dat hij met veel nostalgie en weemoed denkt aan Hasselt en aan zijn vrienden en aan de mooie periode die hij in zijn geboortestad had beleefd. Hij was ook Vlaams gezind, want hij was hier in het Atheneum met enkele vrienden oprichter van de Max Rozeskring. Max Rozes, conservator van het museum in Antwerpen, was gekend voor zijn strijd voor de vervlaamsing en voor de vrijzinnigheid. En dan, omdat we spreken van vrijzinnigheid, iets wat mij eigenlijk boeit en waarvoor ik echt geen duidelijke uitleg heb. Het blijkt dat Marcel Sodermans een vrijdenker was die sinds 30 behoorde tot de loge La Parfaite Intelligence et l'Étoile Réunie in Luik. Nu, deze die wat vertrouwd zijn met de masonieke geschiedenis, die weten dat het leger al altijd een kader heeft gevormd waar heel wat officieren en hogere officieren tot de masonerie zijn toegetreden. En wat Limburg betreft, lang voordat er ooit een masonieke loge in Limburg is opgericht, is het uit allerlei publicaties te leren dat het in het kamp van Beverlo was dat eigenlijk de eerste masonieke loges actief waren. Hoe Sodermans tot die loge in Luik is toegetreden, weet ik niet. Maar het is duidelijk dat hij toch wel vrienden had die in hetzelfde kader dachten en leefden. De naam van Van der Poel is hier gevallen, het oud-prefect, want nu Van der Poel was een logeman, die overigens er ook voor gezorgd heeft dat een later prefect, namelijk Theo van Stichel, eveneens een logeman was. Het is dus wel duidelijk dat hij een overtuigd iemand was, want, en dat ziet u ook, een foto in het boek, en trouwens gaat u eens even terug naar de Maastrichter Steenweg 5-7, boven de deur van zijn huis, 1930, hè, heeft hij een porseleinen, een ceramieke entree gemaakt met allemaal masonieke kentekens. Passen, lood en loodscherm en zo meer. Ik zou wel zeggen, in wat terecht mag genoemd worden het aardsconservatieve katholieke Limburg, onverdraagzame Limburg van 1930, op dergelijke manier provoceren in volle fer. Dat heeft Sodermans gedaan. Het was dus iemand die werkelijk uitkwam voor zijn ideeën, die het niet onder stoelen of banken heeft gestoken. Ik ben een vrijdenker, ik ben een mason, want hier, als u er binnen gaat, passeert u onder de passer en de winkelaar. Een zeer opvallend karakteristiek van Sodermans, Hasselaar, overtuigd Vlaming, die duidelijk militeerde voor
de vervlaamsing niet alleen van het onderwijs, maar ook van het leger, maar ook dus vrijdenker. Hasselaar en aanhanger van het 11e linieregiment dat ononderbroken van 1892 tot 1956 onderdak heeft geboden aan zijn 11e linieregiment, 56 ontbinding van het 11e, enfin, het is te zeggen, het is gereduceerd tot één bataljon dat in reserve heeft gestaan tot 1995. Maar hoe dan ook, Hasselt is altijd wel de ontvangstplaats geweest voor ons 11e linieregiment. Waar ik het, dames en heren, vanavond niet verder ga hebben, ik heb lang geaarzeld over de inhoud van mijn interventie hier. Soldermans is actief geweest in de Tweede Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog, 1418, ja, dat is toch een speciaal jaar, wordt vandaag herdacht. En er zijn heel wat zeer geslaagde herdenkingsplechtigheden en ook vieringen al gebeurd. Ik denk dus dat ik in herhaling zou vallen als ik mij zou concentreren op datgene wat in ons land in dat jaar is gebeurd. Maar ik zou het met u willen hebben, althans wat de Eerste Wereldoorlog betreft, en dat is ruim voldoende, over de geostrategische context in de welke die Eerste Wereldoorlog zich gesitueerd heeft. Een Eerste Wereldoorlog die eigenlijk, de historici zullen mij beamen, genoemd is de Derde Balkanoorlog. Balkan, langs zij van hier. Hoe is die oorlog toch ook bij ons geraakt? Ik denk dat het een vraag is die we moeten beantwoorden vanavond. Maar voor eerst dit. John Sterk heeft er al op gezinspeeld. Wat was eigenlijk het algemeen klimaat toen die oorlog in 14 uitbrak? Ja, daar zijn er twee visies, ook in de wetenschappelijke literatuur. De eerste visie is een klassieke visie die zegt Europa was een relatief geordend, vreedzaam, stabiele regio. Rijkste, politieke, militair sterkste en ook meest productieve in de wereld. Europa domineerde op dat ogenblik de wereld. Maar dan is er een tweede visie die zegt, pas op, er zijn tekenen te ontwaren van sociale en van internationale omwenteling. Dit is, toen al geschreven, het begin van het einde van het eurocentrische wereld. Dus Europa was, laten we zeggen, tot 1940 zo wat het centrum van heel het wereldgebeuren. Maar na de Tweede Wereldoorlog heeft dat zich verplaatst richting van de Verenigde Staten van Amerika. En op dit ogenblik, als u het mij vraagt, hangt dat centrum ergens boven de Stille Oceaan tussen Amerika en Azië en meer specifiek China, terwijl Europa steeds meer op dat punt verlaten wordt qua centraal punt. Reeds de historicus en filosoof in Groot-Brittannië, Wells, in 1902 al, in zijn boek Anticipations, had het over een sterke technologische ontwikkeling die moest leiden tot bepaalde ontsporingen. Die het ook had over the war in the air. Dat was in 1908, voorspelde hij de oorlog en wees op de mechanisering in de oorlogsvoering, de opkomst zelfs toen al van de luchtmacht, waarbij hij voorspelde dat een nieuw militair treffen geen onderscheid meer zou gemaakt kunnen worden tussen militaire en burgerbevolking. Een Frans socioloog, Emile Durkheim, zeer gekend, voorspelde in 1905 al een nieuw militair treffen tussen Frankrijk en Duitsland. En als gevolg, schreef hij, van de opkomst van het revolutionair socialisme, evolueren we naar, ik citeer, nieuwe middeleeuwen. Dan had je de heel gekende Duitser Max Weber, die in 1909 voorspelde de ontworteling van het democratisch systeem, de ontsporing van de samenleving en de opkomst van wat hij noemde
een demagogische Caesar. Ik zou ook even nog willen verwijzen naar Franz Kafka, die in zijn beroemd boek Het Proces, dat hij eigenlijk beëindigde in 1914, maar dat slechts laat in de 20e jaren is gepubliceerd, die het eigenlijk in zijn boek heeft over een angstaanjagende visionaire blik op de wereld die zal geleid worden door, in het modern vertaald, door vormen van Gestapo en KGB. Wat was de situatie geostrategisch? 1914. Vier grote rijken. Ik ga er niet lang bij stilstaan, ik ga niet veel detail geven. Eerste grote rijk, grootste, Rusland. Dat ging van, zeg maar, de Poolse grens tot in Siberië en tot aan de Chinese grens. 166 miljoen inwoners. Meer dan Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk samen. Maar verouderd. 80% werkt op het platteland. Laagste inkomens elders niet te vinden. Industrieel verachterd, hoewel snel aan het terugkomen met de hulp van veel Franse kapitalen. Een kwetsbaar leger, dat nog een fameuze klopping in 1905 heeft gehad van Japan. Een tsaar die autoritair is, niet rijp voor democratisering, Nicolaas II. Met dus politieke partijen die ondergronds werken. De sociale revolutionaire, dat zijn voornamelijk deze die de boeren op het platteland verdedigen. En de sociaaldemocraten die de arbeiders in de steden voor hun rekening nemen. Als je Rusland analyseert in 14, dan zeg je dit land is niet ver van de revolutie. Daar kom ik op terug. Tweede grote acteur. Het Habsburgs Keizerrijk. Oostenrijk, Hongarije. 50 miljoen. Met meer slaven echter. Slavische volkeren dus. Dan Duits sprekende en Hongaars sprekende. Oostenrijk kent een explosieve groei. Industrieel. Maar toch nog een laag inkomen. Een bestuursapparaat dat vrij efficiënt is. Een vrij verdraagzaam regime. Met trouwens algemeen mannenstemrecht in Oostenrijk. Niet in Hongarije, want in Hongarije zeggen ze, als we dat toelaten, dan worden we geklopt door de meerderheid van de Slavische volkeren. En hier raak ik het zwakke punt van Oostenrijk-Hongarije. Een sterk nationalisme dat opkomt. De Tsjechen, de Polen, de Serven, de Kroaten en noemt u maar verder op. En daar, het is al gezegd, start de Tweede Wereldoorlog. Wanneer bij een bezoek van de aartshertog, die de kroonprins was, aan Sarajevo, hij vermoord wordt door een anarchistisch nationalist die inderdaad wou dat het hele slavensgebied zich zou groeperen in Joegoslavië, los van Wenen en los van Budapest. Dat was de tweede acteur. Derde acteur. Het Turks-Ottomaanse Rijk, dat zijn hoogtepunt in Europa had beleefd in 1683 en dat dan geleidelijk verzwakt. Geconfronteerd met veel nationalistische bewegingen, die gesteund worden heimelijk, respectievelijk door Rusland en door Groot-Brittannië. Rusland steunt de Bulgaren en de Roemenen in hun streven naar onafhankelijkheid en Groot-Brittannië doet het met Griekenland. In 1912, Servië, Bulgarije, Griekenland, Montenegro komen in een Balkanbond met de steun van Rusland, attackeren rechtstreeks de Turken die teruggedreven worden tot in Constantinopel. Dat is de eerste Balkanoorlog. Albanië wordt onafhankelijk. En in Constantinopel, staatsgreep door drie generaals die proberen het Ottomaanse Rijk een meer vitale leiding te geven. Rusland blijft stoken. Wat is eigenlijk de bedoeling van Rusland? De Dardanellen onder controle krijgen. Wie de Dardanellen heeft natuurlijk vrije ingang tot
een warme Middellandse Zee, hetgeen de Russen absoluut nodig hadden. Groot-Brittannië heeft lange tijd de Turken gesteund. Tot op het ogenblik dat de Britten zich sterk genoeg voelden in het Middellandse Zeegebied en voornamelijk Egypte controleerden. En dan hebben ze zich niet meer veel aangetrokken van de Turken. Die dus eigenlijk na de Eerste Balkanoorlog al uit Europa voor een groot stuk waren verdreven. Vierde grote acteur, Duitsland. Met een indrukwekkende economische en sociaal dynamisme. Met een groot contrast. Langs de ene kant formidabel modernisering via de wetenschap, via de industrie, maar anderzijds wat begrippen en opvattingen betreft van het beheer van het land, nog altijd reactionair en aardsconservatief, zowel in hoofden van de militairen als van de aristocratie. Wat niet wegneemt, dat er algemeen mannenstemrecht wordt toegekend, weliswaar in een parlement met beperkte bevoegdheden, en dat je daar zit met een keizer Wilhelm II die arrogant en vrij onverantwoordelijk optreedt. Feit is in elk geval dat Duitsland moeilijk bestuurbaar was omdat men evenwichten moest maken tussen de landadel, die sterk was in het oosten, en het nieuwe industriële opkomende baronnen in de Ruhr, ook wel voor een stukje al in Silesië. Dan zijn er natuurlijk kleinere, niet rijke, maar nazistaten, die echter zeer sterk zijn door een koloniale achtergrond. Groot-Brittannië, kom er dadelijk op terug, en Frankrijk. En dan een boel anderen die zich voor een stuk neutraal gaan opstellen. Spanje, Portugal, Nederland, Bulgarije, Roemenië. Al deze landen praktisch hebben echter een of ander grensgeschil met een van de vier grote. En dat gaat de zaak ook in de Eerste Wereldoorlog bijzonder compliceren. Ik kom er even op terug. Groot-Brittannië was de leading nation, economisch, koloniaal, een echt wereldrijk, dat het principe van de vrijhandel huldigde tegen al de rest in, waar overal protectionistische maatregelen werden getroffen. Groot-Brittannië, zijn machtsbasis was niet het leger. Ze hadden slechts een leger, professioneel, van 125.000 mensen. Niet meer. Maar ze steunden zich op een formidabele vloot die al de wereldzeeën voor een stuk controleerde. In 1914 gaat Groot-Brittannië lang aarzelen. Moeten wij ons gaan moeien in al die nogal kleinzielige conflicten waar er om territorium gaat gevochten worden? We zijn uiteindelijk de grootste investeerder in de wereld. 6% ging slechts naar Europa, al de rest elders in de wereld. Wij steunen op een middenklasse, op de burgerij. Wij voeren voornamelijk handel buiten Europa. Hoewel toegegeven met Duitsland wordt het toch ook belangrijk. Dus er is aarzeling geweest in hoofden van Groot-Brittannië of ze wel in heel die dans zouden springen. Dat kun je niet zeggen van Frankrijk. Frankrijk was het hart van de Europese beschaving. Bijzonder Parijs. Culturele hoofdstad die het esthetisch modernisme heeft mogelijk gemaakt. Verwijs maar naar Le Sacre du Printemps van Stravinsky, gedanst door de balletten van Diaghilev en door Nijelski. Groot schandaal in Parijs, waar velen spraken niet van Le Sacre du Printemps, maar wel de Massacre du Printemps. Maar dat was Parijs. Parijs dat de hele modernisering, een heel progressisme toelaat. Een republikeins parlementair systeem, maar met veel factiedenken, verscheurd door sociale conflicten en, wat belangrijk was, wetenschappelijk voorbijgestreefd en ook economisch door Duitsland. Met bovendien nog altijd bittere strijd tussen kerk en staat. Wat die weg neemt dat Frankrijk een zeer impressionant overzeese rijk had, en dus ook heel veel buitenlandse investeringen deed, minder dan de Britten, maar toch. Zie daar, als je de vier overloopt, krijg je twee totaal uiteenlopende staatssystemen,
De ene met verkiezingen, de andere autoritair. En je zou zeggen, naar gelang die staatssystemen gaan die ook elkaar vinden. Helemaal niet. De twee allianties die typerend gaan zijn voor die Eerste Wereldoorlog, zijn respectievelijk Oostenrijk-Hongarije plus Duitsland en daartegen Frankrijk en Rusland. Waarom die alliantie tussen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije? Ja, dat was vastgelegd al door de IJzeren Kanselier in 1879, Bismarck, die dit als een diplomatiek postulaat altijd heeft doorgedrukt. Al wat Duits sprekend is, moet u bijeenhouden. Tussen haakjes, daar is nog Italië bijgetrokken, de triple alliantie, maar Italië is lang in het Eerste Wereldoorlog neutraal gebleven. Tuurlijk, Bismarck was een uitstekend politicus en die vreesde wel dat zijn alliantie met Oostenrijk en Hongarije de reactie van Rusland zou kunnen opwekken. En hij heeft dan ook in 1887 een rugdekkingsverdrag, zo noemde het, met Rusland gesloten. Om op die kant afgedekt te zijn. Zijn opvolgers hebben dit echter niet voldoende verzorgd en zullen daar ook de prijs voor betalen. Frankrijk-Rusland vormen de tegenalliantie. Ook zeer onnatuurlijk. Een progressief land, democratisch, met een zeer autoritair tsaristisch regime. Die twee zijn samengedreven uit vrees voor de gemeenschappelijke vijand Duitsland. En Groot-Brittannië in dit alles, ik zei het al, blijft afzijdig. Zeer zeker sluit één alliantie. Maar dat was met Japan. En dat was alleen om de taken te verdelen op de verre zeeën wat de vloot betreft, Londen, Tokio. Voor de rest wel twee ententes, één met Frankrijk en ander met Rusland, maar telkens om alleen einde te stellen aan koloniale conflicten. En dus Londen zei, wij hebben geen allianties gesloten, dat zijn ententes, maar wij voelen ons niet gebonden. Het zijn wij, Belgen uiteindelijk, die rechtstreeks de aanleiding zijn geweest voor het engagement van Groot-Brittannië. Vanaf het ogenblik dat de Duitsers, ik kom er nog op terug, een neutraal land binnenvallen, België, met de hoop zeer snel Parijs in te nemen, zeggen de Britten, sorry, sinds 1839 zijn wij gebonden door een verdrag dat ons verplicht de neutraliteit van België te verzekeren. Wij zijn dus verplicht te interveneren. Eerder toegegeven ook omdat de Britten begonnen in te zien dat al de havens die zij nodig hadden voor de aanleg van hun vloot bedreigd dreigden te worden. Dus Frankrijk en Rusland gaan samen door angst voor de opkomende macht van Duitsland. Nu nog iets anders. Situatie in 1914, die wij ook hier toch wel hebben kunnen observeren. Er liep een diepe economische en sociale scheidingslijn van het Noordwesten en de rest van Europa. Europa telde 450 miljoen inwoners, levensverwachting nog altijd niet te sterk, 40 tot 50 jaar, hoge kindersterfte, met nog altijd meer dan 1 miljoen migranten van Europa weg elk jaar. Maar dat was dus die fameuze, gezegd daarnet door Joost Sterks, allerlei nieuwe uitvindingen. Wat militair zeer belangrijk is en ook economisch. Opkomst van het spoor, het meeste in Groot-Brittannië en Duitsland, veel minder in Rusland. Opkomst van de telefoon, niet onbelangrijk ook voor de oorlogsvoering, maar weer eens belangrijk in Duitsland en Groot-Brittannië, veel minder in Frankrijk en in Rusland als het er nauwelijks van gehoord, waardoor de telegraaf daar nog altijd een zeer belangrijke rol gaat spelen. En je krijgt door heel die industriële revolutie, die sinds de 19e eeuw op gang is gekomen, een formidabele trek van platteland naar stad. Daar waar in Duitsland in 1871 2/3 van de bevolking op het platteland werkte, in 1914 was het omgekeerd. 1/3, 2/3. Een platteland waar ik nu niet op aandring, maar waar nog veel analfabetisme was,
weinig hygiëne, met een dominerende landeigendom die het echter altijd moeilijker kreeg door de opkomst van de industriebaronnen en nog altijd met een dominerende factor die de godsdienst was. De stad was het niet veel beter. Veel krottenwijken. Er werd je nog aan herinnerd. Zelfs in de stadje Gelkhasselt geen drinkwater in 1914. In de mate dat je naar Oost-Europa ging, hygiënische situaties die zeer gevaarlijk waren voor de gezondheid van de bevolking. Veel beroepsziekten, vrouw- en kinderarbeid. Het is wel natuurlijk zo dat bijzonder in Duitsland, onder impuls van Bismarck, een sociale zekerheid is opgekomen. Een verzekering tegen gezondheid, zelfs pensioen. Dat begon bijzonder in Duitsland en Frankrijk is daar gevolgd. Ook natuurlijk door de opkomst van de vakbonden in Groot-Brittannië, 4 miljoen leden in 13 en in Duitsland 3 miljoen. Hoef ik u te zeggen dat, rekening houdend met gebrek aan bescherming van de arbeider, er veel stakingen karakteristiek zijn geweest voor die periode. Periode die gekenmerkt was ook door veel drankmisbruik en waarbij het eigenlijk tot een confrontatie kwam tussen wat men noemde het stadsproletariaat enerzijds en de bourgeoisie anderzijds. Wat is de bourgeoisie in die tijd? Dat is een verzameling die gaat van de bankier over de middenstander tot de functionair. Het echt kankergezwel echter was het nationalisme. Groot-Brittannië had te maken met onafhankelijkheidsstrijd Ierland. Finland, grote beweging tegen de verplichte invoering van de Russische taal. Bij ons strijd voor de vervlaamsing van het leger en het onderwijs. Maar veel erger was het dus in Oostenrijk-Hongarije, zoals ik reeds zei. De Tsjechen, de Polen, de Oekraïners en zo meer. En komt er nog bij, en daar voelt u nu al de geschiedenis die ons parten gaat spelen in de 90er jaren, nog niet zo lang geleden. Ik citeer het eventjes, Bosnië-Herzegovina. Waren bezet geweest door de Turken gedurende een zeer lange periode, maar werden dan in 1878 bezet door Oostenrijk-Hongarije. Het gaat over 1,9 miljoen inwoners. Het is net alsof ik het Joegoslavische dossier op de NATO terugvind. 43% Serviërs, 30% moslims, 20% Kroaten en een kleine minderheid Joden. Geen van deze groepen wil iets te maken hebben met Oostenrijk-Hongarije. Ze beschouwen dat als een vreemd element. En dus er ontstaan terroristische bewegingen. We spreken voor 1914, terroristische bewegingen. En daar begint het avontuur. 28 juni 14, een zekere Gavrilo Princip, een Bosnisch Servisch lid van zo'n een terroristengroep genoemd de Jonge Bosniërs, doodt de aartshertog. Frans Ferdinand, troonopvolger, tijdens een bezoek aan Sarajevo. We gaan er niet op stilstaan, want het is ingewikkelder dan dat. Frans Jozef komt in stoet door. Vanuit de massa wordt geschoten. De gast heeft gemist. En de stoet gaat gewoon door. De plechtigheden gaan verder. En men ziet geen middel om die kerel met de kraag te pakken. Na de plechtigheid komt Frans Ferdinand met zijn ega terug. Met al de autoriteiten. Die gast staat er terug, knalt opnieuw en deze keer is het raak. Dat is de echte geschiedenis van het drama dat in Sarajevo heeft plaatsgegrepen. Dames en heren, de moord is zeker niet de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog. Het is hoogstens een aanleiding. De Turken waren verdwenen en hadden een machtsvacuüm gelaten. De Russen vonden dat ze als grootmogendheid de Zuid-Slaven moesten steunen. Oostenrijk-Hongarije voelde zich bedreigd.
En Duitsland wou absoluut de politici, de industriëlen, de militairen erkend worden als een wereldmogendheid. Dat kon op twee manieren. Ofwel gebiedsuitbreiding, en dat hebben we nadien ook gehoord. Ons rijk moest groter worden, dat werd Middel-Europa. Tweede middel, deelnemen in het verdelen van de koloniale koek, Middel-Afrika. Ik zei u reeds, Balkanoorlogen. De eerste was geëindigd in 1913 met het verdrag van Londen. De Turken vlogen dus in Europa zo goed als buiten. Onmiddellijk nadien in de zomer van 1913 begint een tweede Balkanoorlog. En daar moeten wij toch hier in de kranten over gelezen hebben. En dat houdt verband met de Bulgaren. De Bulgaren die niet appreciëren dat de Grieken en de Serviërs Macedonië onder hun tweeën verdeeld hebben. Ze vallen dus de Grieken en de Serviërs aan, maar het Ottomaans leger interveneert ook opnieuw. En weer eens, veel later hoor, krijgen we de gevolgen. De Serviërs winnen, krijgen een verdubbeling van het grondgebied. En wat krijgen ze bij? Macedonië en Kosovo. Daar horen we nog van in de 90er jaren. De Grieken zullen Kreta en Saloniki bijnemen, dat zegt mij minder historisch gesproken. Daarbij zijn de ambities niet gedaan. De Roemenen willen absoluut Transsylvanië erbij, dus dat Hongaars gebied dat nu in Roemenië zit. Servië wil absoluut Bosnië-Herzegovina, Kroatië en ander Slavisch gebied in een groot Joegoslavisch geheel nemen. Frans Ferdinand had dat duidelijk begrepen. En hij wou trouwens de twee monarchieën die bestonden, Oostenrijk-Hongarije, vervangen door een drieledige monarchie. De Duitsstalige, de Hongaarstalige en de Slavische. De Slavische hebben niet gewild, hebben gezegd dat is een truc. Je wilt ons op die manier gerust kalm houden en u wilt proberen te vermijden dat we onafhankelijkheid opeisen, dus beweigeren. En trouwens, vooraleer hij vermoord is, heeft Frans Ferdinand dat voorstel trouwens teruggetrokken. Bon, is vermoord. Dames en heren, het duurt een volle maand vooraleer Oostenrijk, vooraleer Wenen reageert. Een maand. Het zendt een ultimatum aan Servië. Wat eist het? 1. Een verklaring waarbij Servië toegeeft dat sommige van zijn functionarissen mee verantwoordelijk zijn voor de dood van de aartshertog. En dat 2 bepaalde functionarissen gearresteerd worden. 2. Dat al die geheime anti-Habsburgse geheime genootschappen, de terroristische genootschappen, ontbonden worden. 3. En hier wordt het moeilijk, dat ook Habsburgse functionarissen zullen betrokken worden bij het gerechtelijk onderzoek naar de verantwoordelijken. En 4. Antwoord binnen de 74 uur. 72 uur. Wenen wou eigenlijk een negatief antwoord, want de oorlogsverklaring was al klaar. Maar tot de grote verrassing, in Wenen kwam er een vrij bedaard, toegeeflijk antwoord. Ja, we zijn akkoord. Onze functionarissen hebben op een ongecontroleerde manier meegestookt tegen u. Wij zullen die 2 kerels berechten. Maar wat we niet kunnen doen is uw functionarissen toelaten van samen met ons gerecht een onderzoek te doen. Dat is strijdig met onze grondwet. Dat was voldoende voor Oostenrijk om de oorlog te verklaren. Waarom? Oostenrijk voelde zich gesterkt door Duitsland. Duitsland wou de oorlog. En Duitsland had dus aan Oostenrijk gezegd, je krijgt van ons wat genoemd is een blanco cheque. Dat betekent dat indien Rusland in de dans springt en u aanvalt, wij zullen u blijven steunen. Dus Wenen was gerust. De Russen op hun beurt zeggen aan de Serviërs, je kunt op ons stellen, maar we geven u geen blanco cheque. En hier ontstaat het grote misverstand. De Russen die een diplomatieke oplossing willen, proberen druk te zetten op Wenen door een stuk
mobilisatie te beslissen. Wie interpreteert verkeerd de Serviërs? Die zeggen, ah, als de Russen die ons helpen nu al mobiliseren, dan zijn we gerust, dan kunnen we er tegenaan. En ze trekken een matig antwoord in. En Oostenrijk heeft dan alle reden om in de aanval te gaan. De moraal, dames en heren, van deze hele historie is dat de oorlog, de derde Balkanoorlog, te wijten is aan de bemoeizucht van de grote mogendheden. Waarbij zich dan nog altijd de vraag stelt, waarom komt onze Marcel Soldermans plots in een oorlog terecht hier aan de IJzer? Wat heeft hij in godsnaam te zien met Bosnië-Herzegovina, Macedonië, noemt u maar op. Er zijn er heel wat verklaringen die gegeven zijn. Je had in de eerste plaats de opkomst van het bolsjevisme, Lenin, die de crisis van het wereldkapitalisme aanwees. Je had een liberale school in de Verenigde Staten die de kwalijke gevolgen van de geheime diplomatie, en die was er, niet alleen tussen diplomaten, maar ik zal erop terugkomen, maar ook tussen militairen, aanklaagden. Al dat gebrek aan transparantie leidde tot misverstanden en tot conflicten. En dan was er natuurlijk de bewapeningswetloop, die zeer sterk was geweest. De spoorwegen die een snelle massamobilisatie toelieten. En voornamelijk, zeker in 1914, de militaire staten die een overheersende invloed hadden op de besluitvorming in de regeringen. Rusland stond klaar met meer dan 1 miljoen manschappen. En kon nog putten in een formidabele mannenmassa als dat moest. Had zich in het hoofd gehaald van Constantinopel te veroveren, maar had technologisch een achterstand. Oostenrijk-Hongarije had een ondergeschikte positie en wou terug erkend worden als een grote macht. Ik heb nu al gezegd, Duitsland had de ambitie een wereldmogendheid te worden en werd daarbij gesteund door het aristocratische officierenkorps, maar ook door de politieke partijen, laat dit duidelijk zijn. De generaal von Bernhardi sprak van, ik citeer, een biologische noodzaak van oorlog, een biologische oorzaak. Ons land moet groter worden en zo meer en zo meer. De keizer was pro en de kanselier, die was wat meer behoedzaam. Die zei, ja, maar laten we in hemelsnaam proberen de Britten van ons af te houden. Laat die neutraal blijven. Hoe dan ook, in 14 had Duitsland het meest professionele leger, technisch het beste inderdaad uitgerust, 840.000 bemande militairen, plus nog een zeer sterk getraind reservistenleger en nog 6 miljoen mannen om uit te putten. Bovendien, dat waren de enige, Duitsland had zijn militaire plannen al lang klaar. De leider, of dat mogelijk was, von Moltke. Von Moltke, ik heb een kleinzoon nog ooit als Duits ambassadeur bij de NATO gehad, dat was een von Moltke. Maar die von Moltke dus was voorafgegaan door een von Schieffen. En von Schieffen had een heel militair plan klaargemaakt, tot in detail, dat jaarlijks trouwens werd in het geheim bijgewerkt. En dat steunde op de thesis, we moeten bekwaam zijn om op twee fronten tegelijkertijd oorlog te voeren. Frankrijk in het westen, de Russen in het oosten. En omdat dat te moeilijk zou kunnen worden, zei von Schieffen, we beginnen met een blitzoffensief richting Frankrijk. Door België en Luxemburg uit, neutraal of niet België, er dooruit, dat heel België moet erop zitten in 30 dagen, 40 dagen, want de Russen hebben 60 dagen nodig om volledig gemobiliseerd te zijn, en dan met al de troepenmacht richting oosten om Rusland aan te pakken. Dat was het von Schieffenplan. Frankrijk, met als president een anti-Duits nationalist Poincaré, die vond dat het tijd was om Elzas, Lotringen,
verloren in de Duitse, Franse oorlog in 1870 terug te krijgen, dat dat terug moest gegeven worden. Een leger van 540.000 mensen, met meer dan 1,5 miljoen reservisten, maar met geen goede uitrusting. Verouderd. Op één uitzondering na, maar dat betekende nog niet veel in 1914, dat was de luchtmacht. In 1913 is de verplichte legerdienst in Frankrijk van 2 naar 3 jaar gegaan. En dat was een teken aan Duitsland om zich klaar te maken. Dat was het strategisch kantelmoment, zeker op het moment dat Rusland op 30 juli totale mobilisatie afkondigt. 1 augustus, Duitsland verklaart de oorlog aan Rusland, verbreekt telefoon en telegraaf verbindingen met Frankrijk, Frankrijk mobiliseert. 3 augustus, Frankrijk verklaart de oorlog aan Duitsland, onder voorwendsel, wij hebben een verdrag met Rusland, u valt Rusland aan, dus wij moeten Rusland helpen. Maar het is duidelijk dat Frankrijk niet beter vroeg. Groot-Brittannië, ik heb het al gezegd, bleef op afstand. Maar hier komt dan die geheime diplomatie boven, dit keer van de militairen. Zelfs het kabinet in Londen wist niet dat de militaire staven van Groot-Brittannië en Frankrijk al sinds 1906 akkoorden hadden gemaakt. Het was meer een taakverdeling van de vloot. En voornamelijk in 1912, de Franse vloot moest zich bezighouden met de Middellandse Zee, de Britten het kanaal. Grote verrassing in het kabinet in Londen. Maar wat de doorslag gaf was het feit, ik heb het reeds gezegd, het neutrale land België werd onder de voet gelopen. 1839 had bij verdrag Groot-Brittannië zich akkoord verklaard om zich borg te stellen voor die neutraliteit. En dus, ze doen een ultimatum aan Duitsland. Duitsland verwerpt het. 4 augustus, ook Groot-Brittannië in de oorlog. Ziezo, de teams staan klaar voor het treffen. De centrale, dat noemt Hongarije, Oostenrijk en Duitsland. Anderzijds de entente, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Turkije, de 2e augustus al maakt een geheime alliantie met Duitsland, maar wacht nog af. De USA in Washington observeert. Italië, lid van de Triple Alliance, blijft neutraal. Portugal, Roemenië, Griekenland, Bulgarije, Nederland blijven neutraal. Idem voor Spanje, dat zich een beetje verrijkt met het leveren van materiaal aan de twee kanten. Iets opvallend en zo sterk heeft daar even op geraakt en ik ga er even nog meer op in. Dames en heren, de oorlog in 1914 was zeer populair. Ook bij de man in de straat. Oorlog was populair. En het beste bewijs, dat kun je wel vinden door de houding van al wat links was. Sociaaldemocraten, socialisten, die kort voordien nog hadden gezegd, nee, geen oorlog. De internationale solidariteit tussen arbeiders belet ons deel te nemen aan een oorlog. Er mag niet gevochten worden tussen arbeiders. En wat ziet men in 1913, 1914, de parlementen, ook met de socialisten, stemmen al de oorlogskredieten, zonder enige aarzeling. En je zult trouwens zien, ook in België aan het front, dat parlementaire van de Socialistische Partij verschijnen. Daar is Le Patron van der Velde, maar daar is ook Hendrik de Man in kolonelstenue en anderen. Zij participeren onder de druk van de populariteit van de oorlog in de publieke opinie. Ook in Frankrijk, de aartsvijanden Poincaré en Clemenceau verzoenen publiek. En het zal dan zo geweest zijn dat in de families waar de